Zoals dat eigenlijk al vanaf het begin, het bouwjaar 1997 van deze Iveco, maar in 2007 geüpdate naar het Stralis uiterlijk. Terwijl ik daar aan de overzijde echt gewoon de standaard trucks, net als bij de tractoren, zie gaan. Zo vanaf de weg. Trailer erachter vandaan weggezet. En op de trekhaak. Op de schooltrekpunt 140 punten voor deze Mercedes. En ik dacht 137 voor de Russian truck. Voor de MAN, sorry. Gaan wij hier zometeen die strijd optima forma proberen de gestalte te laten krijgen voor de Hypro Slee. En ik aan de overzijde daar de DAF zijn werk zie doen. De DAF 85. Dan ga je dan volgens het park voor mij in en die zitten gewoon helemaal dicht. En dan worden die met een vuiltje helemaal het grip er weer in teruggebracht. En wie er dus zometeen de minst versmerende wielen heeft aan deze zijde, zal dus ook zeker daar zijn voordeel van kunnen boeken. Dit is Scania van Kool. En gaan wij met de DAF 2700 aan de overzijde van Tilburg, Bastiana uit Vianen. Ja, taai onderuit de zak. Gaan wij vechten voor de laatste meet. Ja, klein maar fijn zeggen ze dan. Denk ik dit seizoen de portemonnee helemaal gevuld met leergeld. En ben ik benieuwd of wij in Almkerk nog een klein stukje rente daarvan kunnen gaan oosten. Aan de overzijde gaan wij met de Metast. Gaan we gewoon even een stukje de powerplay laten zien in de eerste ronde. Waarmee diegenen die hier nog geen voorkeur hadden als het ging om een truc, hier toch eventjes spontaan de supportersclub ruimschoots aanvult. Die hem zelf ombouwden, die gaan hier toch gewoon eens eventjes ook op overtuigende wijze zometeen richting de finale. Tussendoor komen, maar ik begreep dat het aan de overkant het geval was. Maar misschien wel zo is dat het aan deze kant zo is. Nou ja, goed, we zien het vanzelf wat er op ons afkomt. Eerst maar eens even kijken naar die Scania. Oh, aan de overzijde. Waarbij nog maar eens even.